Zo met een hele goede reden, want ik heb een prachtig boek van haar in mijn handen. Samengeschreven met Marcel Langendijk. We gaan een reis maken door jouw leven als ballerina. En we gaan je echt leren kennen, heb ik het idee. Ja, een bijzonder boek, omdat er ontzettend veel bijzondere momenten uit jouw leven naar voren komen. Heel openhartig ook. Ik denk dat het dan wel belangrijk is dat je met iemand samen gaat werken waar je je ook heel erg op je gemak bij voelt. Was dat zo? Ja, zeker. Ja, ik had vanaf het eerste moment al een hele goede klik met Marcel en een heel fijn gevoel. En het is inderdaad zo dat ik heel openhartig wilde zijn en heel eerlijk in het boek. Dus ik dacht, ik moet wel een goed gevoel bij iemand hebben waar ik dat echt bij kan zijn. En dat had ik eigenlijk meteen met hem, ja. Wat is daarbij dan belangrijk? Want als je natuurlijk open wil zijn over hele momenten uit jouw leven die jou heel erg hebben geraakt. Wat is dan belangrijk, wat had je nodig om die openheid te kunnen hebben, om te kunnen krijgen? Ja, dat vind ik moeilijk uit te leggen. Ik denk dat dat iets een gevoel is. Ik voelde me meteen op mijn gemak bij hem. En Marcel heeft zelf ook het een en ander meegemaakt in het leven. Dus dat voelde ik meteen. En hij heeft een heel goed gevoel voor humor. Dus dat vind ik ook altijd heel lekker, dat je ook wel om de dingen kan lachen. En ik vond het heel fijn om met hem te praten. Ik vind praten op zich niet echt heel erg, iets wat ik heel graag doe. Maar met hem vond ik dat wel fijn. En waarom doe je dat niet zo graag? Nou, ik was als klein meisje altijd heel verlegen. Daarom ben ik gaan dansen. Want dan hoefde ik niks te zeggen. Dus dat heb ik natuurlijk wel geleerd. En ik vind het nu ook leuker dan toen. Maar het is niet iets wat ik het allerfijnste vind. Nog steeds niet, nee. Maar je zegt al even, dus denk ik wel iets heel kenmerkend. Je bent gaan dansen, want dat wilde ik wel en dat durfde ik ook. Het ja. is eigenlijk een beetje een vorm van praten geworden dus. Ja, zeker. Zeker. Het was als klein meisje al voor mij echt een manier om het te uiten en om met mijn emoties om te gaan. En dat is nooit echt weggegaan. Nee. Kan je dat herinneren, dat eerste moment dat je voelde dat daar kracht zat bij jou? Dat komt natuurlijk in het boek wel naar voren, maar ik zou het graag van jou horen. Ja, nee, ja, het was eigenlijk altijd zo. Zo kan ik het me herinneren. Ik was natuurlijk heel jong toen ik begon met ballet. En toen, dat vond ik vanaf het begin al heel erg fijn. En het magische was natuurlijk de muziek die er dan bij kwam. Het ging mij eigenlijk niet zo heel erg om de kostuums en hoe mooi het eruit ziet. En het ging me vooral om het bewegen en de stilte. Ja, de stilte van binnenin, zoiets. Dat is wel een mooi beeld, inderdaad. Ja. De stilte, maar ook het grote contrast wat je dan tegenkomt in je leven. Dat zien we in het boek ook. Ja. Het grote grandeur van het grote podium. Ja. De vele beroemde mensen die de revue passeren. Ja. Dat contrast is vrij groot. Welke momenten in het boek zijn voor jou heel belangrijk daarin? Want ik noem eventjes wat dat er voorbij komt. Dat zijn als wij dat lezen, zeg maar, van afstand, dan is dat heel indrukwekkend. Ja. Maar welk moment was voor jou bijzonder? Om in het boek te vertellen. Ja. Nou, eigenlijk alles wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat heel goed was met het samenwerken met Marcel, is dat Marcel geen balletachtergrond heeft, geen dansachtergrond, geen theaterachtergrond zelfs. Dus ik werd daardoor heel erg geforceerd om het echt stapje voor stapje vanaf het begin helemaal te vertellen en uit te leggen. En daardoor kreeg ik ook weer ging ik er zelf op een andere manier ook naar bepaalde dingen kijken. En dacht ik inderdaad ineens, ja, ik was gewoon 16 toen ik begon bij het gezelschap. En was ik zo jong en het Zwanemeer voor het eerst. En ik vond het heel erg leuk om dat te vertellen. En om aan hem duidelijk te maken en dus aan de lezer. Hoe die momenten voor mij van binnenin waren en niet vanuit de buitenkant. Dus ik denk inderdaad het moment dat ik vertelde over het Zwanemeer de eerste keer. Dat was wel echt heel bijzonder. Maar ook natuurlijk mijn promotie tot eerste solist. Maar ook de persoonlijke dingen. Ik vond het heel fijn om uit te kunnen leggen hoe ons gezin in elkaar zit. Hoe fijn Thijs en ik het hebben. Hoe bijzonder de relatie met Katja is. Dus ik vond het heel fijn om dat in mijn eigen woorden en in mijn eigen boek te doen. Waren er ook momenten, wat je zegt al, ik ging eigenlijk in gesprek met Marcel ook anders kijken naar bepaalde momenten in mijn leven? Nou, niet zozeer anders als wel dat je dan denkt, oh ja, omdat ik dan ook misschien zijn reactie zag. Ja. En dat hij zei van, ja, maar Ione, dat is niet normaal.
Die gedrevenheid vooral. En dat mocht hij ook zeggen. Ja, tuurlijk. Dat is ook al best direct natuurlijk. Ja. Nee, zeker. Nee, dat hadden we vanaf het begin al. Dus hij zei van ja, je vertelt het nu zo alsof dat heel normaal is. Maar dat is niet zo. Ja. Dus toen dacht ik wel af en toe, oh ja, oké. Ja, dat is natuurlijk misschien wel waar wat je zegt. Je zei al even dat ik zo jong begon te dansen. Ja. Ja, daar sta je op een gegeven moment niet meer bij stil. Want je gaat gewoon door en je gaat vrij snel door ook. Maar zijn er ook andere momenten geweest waarvan je dacht, toen je dat aan het vertellen was, hey, wacht even, dit is misschien wel... Of dat het je raakte op dat moment toen je het aan het vertellen was weer? Nou, wat me raakte, moet ik heel eerlijk zeggen, was toen ik hem vertelde over mijn knieblessure toen ik 12 was. Dat was een hele zware blessure. En dat duurde ook vrij lang voordat ik weer terugkwam, want ik moest echt best wel lang daaraan werken en heel hard werken. Maar ik was natuurlijk 12, dus ja. Dat is bijna net zo oud als mijn kinderen nu. En toen realiseerde ik me wel, toen ik hem dat vertelde, hoe gedreven ik was en hoe jong ik was. En dat wel inderdaad misschien achteraf bijzonder was, ja. Ja, want gedreven was je zeker. Ja. Het komt ook vaker voor. We beginnen eigenlijk al met jouw naam. Ja. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dat staat voorin. Ja. Dus als mensen dat boek gaan kopen en ontvangen, dan staat er Igone en dan staat er Baksi's een meisjesnaam. Letterlijke betekenis wederopstanding. Ja. En het lijkt bijna alsof het aan jou kleeft, want het maakt niet uit wat er gebeurt. Ik sta gewoon weer op. Ja. En dat gevecht is heel belangrijk wat je dan levert. Je zegt ook, ik wil dat gevecht aangaan. Je kunt ook op de bank blijven zitten, maar dat doe ik niet. Nee. Maar wat is voor jou een gevecht? Want ik denk ook, voor sommige mensen is het aantrekken van hun schoenen en naar buiten lopen al een gevecht. Ja, zeker. Ik denk dat voor jou, je hebt echt wel wat nodig. Ja, nou, ik denk dat ik, en ik hoop daarmee ook mensen te inspireren. Niet alleen maar balletliefhebbers of kenners of mensen die zelf aan ballet of dans doen, maar... Dat ik ook gewoon vrouw ben die een scheiding heeft meegemaakt, mijn moeder ben verloren, een kind heb gekregen, weer terug ben gekomen. Dus ik denk dat ik inderdaad steeds weer opsta, maar dat het helemaal niet vanzelf gaat. En dat het misschien van de buitenkant zo lijkt, maar dat ik nu hoop dat ik in het boek uitleg dat dat zeker wel ook een gevecht is. En waarom is dat zo belangrijk voor jou, dat mensen dat weten? Omdat ik... heel vaak de vraag heb gekregen, hoe is het nou echt als ballerina? En hoe is dat leven nou echt? En ik denk dat heel veel mensen denken dat het heel sprookjesachtig is en heel mooi. En heel een beetje vanzelf. En dat is natuurlijk niet zo. Het is het mooiste, die flow waar je het ook over hebt. Ja. Het is het mooiste vak ter wereld. Echt, het is een ongelooflijke mooie kunstvorm. De mooiste wat mij betreft. Maar het echte leven van een ballerina is gewoon ook echt keihard werken. Ja, en dat het je niet vanzelf komt aanwaaien, dat je ook steeds, want wat ik zo mooi vond, dat je ook omschrijft, ik moet er bovenop blijven zitten, ik moet gefocust blijven. Ja. Dat wordt dan ook volgens mij door Guillaume's vertel je. Ja, mijn balletmeester, ja. En ik zat te denken, is dat dan ook het een beetje moeilijk om dat contrast te maken van het leven als ballerina en het echte leven, want daar zit eigenlijk volgens mij geen scheidingslijn meer tussen. Maar dat je gewoon het leven daar buiten dansen, dat je dat ook een beetje het gevoel krijgt dat je die focus moet houden. Heb je dat? Ja, heb ik zeker gehad. Ik heb nu ook momenten dat als ik terugdenk aan toen mijn zoon 2 of net 3 was geworden, hoe zwaar het leven toen was als moeder van een kleine baby en fulltime ballerina zijn. En ik wilde natuurlijk alles en dat kan je wel willen, maar dat was best wel pittig. Dus wat dat betreft is het leven nu rustiger. Dus dat is, daar geniet ik ook heel erg van. Maar het is, ik heb die focus, vind ik heel lekker. Maar ik heb ook zeker, sinds ik samen met Thijs ben, wel leren loslaten. En wat betekent loslaten voor jou dan? Nou, dat ik, nu helemaal natuurlijk in deze gekke coronatijd, dat ik zeker aan het trainen ben. Maar dat als ik een dag oversla, dat ik dan niet helemaal knettergek word van binnen. Maar dat oké is. Ja. Dat. En wat heeft jou daarbij geholpen? Om dat te kunnen doen? Ik denk dat het leeftijd is. Ik denk dat ik natuurlijk... Ik heb zo'n ongelooflijke mooie carrière gehad. En ik ga nog hele mooie dingen doen. Maar ik heb niet meer het gevoel van... Ik moet. Want ik heb een hele hoop gedaan en gehad. Dus ik kan wat meer loslaten. Ja. En helpt dit boek daar ook bij? Ja, zeker. Na het afscheid bij het Nationaal Ballet voelde het ook... met dit boek als een afsluiting van dat leven. En het voelt alsof ik een tweede leven ben begonnen. En dat voelt als iets heel rijks om te kunnen zeggen.
Ja, en ook iets bijzonders. Want dat betekent dat er dus van alles nog gaat gebeuren. Ja, zeker. Nou, ja. Dat, als je dit boek gaat lezen, dan merk je ook dat dat eigenlijk onvermijdelijk gaat gebeuren. Want er komt steeds weer iets nieuws. Ik vroeg me wel af, omdat je hebt het nu geschreven, op dit punt in je leven. Ja. Natuurlijk hebben we nu corona, maar dat was er niet toen je dit aan het schrijven was. Waarom nu? Nou ja, ik denk wat ik net ook een beetje zei. Het voelt alsof ik een leven heb afgesloten. En ik vond het fijn om dat ook te doen met dit boek. En nu ga ik naar een ander leven. Ja. En heb je in het verleden, want ik denk dat er dan gebeuren in zoveel dingen, maar je moet door, want je zit in die trein. Heb je dan soms al in je hoofd gehad, nou ooit ga ik het opschrijven. Ooit wordt ga ik mijn verhaal vertellen. Ja, dat heb ik ergens altijd wel gedacht. Niet heel concreet, dat ga ik dan zo en zo en zo doen. Ja. Maar ik heb wel gedacht, misschien is dat wel op een gegeven moment een mooie vorm, ja. En heb je aantekeningen zelf gemaakt toen, of was het alleen een idee? Was een idee. Ja. En dat is dan nu toch werkelijkheid geworden. Ja, zeker, ja. Heb je het zelf kunnen lezen? Ja, absoluut. Dat wel? Ja, 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 tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Dus het is ook wel echt een soort cadeau voor jezelf. Ja, en ik vind dat Marcel het heel mooi heeft geschreven. Ik denk dat hij mij heel goed heeft begrepen. En dat is natuurlijk heel fijn. En wat ik echt wel een compliment vind, ook voor hem, is dat mensen die mij heel goed kennen zeggen, ik vind het zo leuk om je beter te leren kennen door het lezen van het boek. En dat is denk ik een goed teken. Heeft je dat verbaasd? Soms kan je misschien het idee hebben dat mensen je eigenlijk wel kennen. Ja, maar met een hele goede vriendin ga ik niet heel uitgebreid vertellen hoe dat ging toen ik mijn knie brak op mijn 12e bijvoorbeeld. Ja. Of over hoe ik een voorstelling beleef. Dat zijn toch dingen die je niet 1, 2, 3 met elkaar bespreekt. En zijn er karaktertrekken die je van jezelf bent leren kennen? Door dit boek bijvoorbeeld? Nee. Dat niet, nee. Want je kent jezelf wel door en door. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik wilde hier nog even met jou gaan naar een fragment, wat ik heel bijzonder vond, dat je zegt, ik heb een bepaalde quote die ik altijd meeneem. Ja. En dat is het quote van Mikhail Baryshnikov, als ik zijn naam goed uitspreek. Ja, zeker. En dat vond ik heel mooi. Het is vrij vertaald, maar als ik het even vertel wat dan die quote is. Als een danser het podium opkomt, is hij niet zomaar een schone lei, waarop de choreograaf heeft geschreven. Hij draagt alle beslissingen die hij ooit in zijn leven heeft genomen met zich mee. Het resultaat van die keuzes zie je op het podium. Je kijkt naar de persoon die hij is geworden vanwege zijn keuzes. Je kijkt naar iemand die weet wie hij is en dat graag aan zijn publiek wil laten zien. Ja. Toen ik dat las, dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een beetje wat ik lees in het boek over jou. Dat ik het idee heb dat je heel veel van jezelf laat zien, maar dat we misschien door het boek dat nog wel meer gaan zien. Ja. En als je nu kijkt naar wat er gaat komen, naar de toekomst, mm-hmm. hoe zie jij die rol, wat er daar gebeurt op dat podium, dat platform wat je daar had? Je gaat natuurlijk weer het podium op, maar gaat dat nu anders zijn bijvoorbeeld? Omdat je nu echt zo'n tijd van bezinning hebt gehad. Ik denk dat het altijd anders is. Elke voorstelling is opnieuw anders. En het hangt er natuurlijk ook heel erg vanaf wat je danst. Maar je bent inderdaad wat hij zegt. Je bent wel wie je op dat moment in je leven bent. Als ik vandaag een voorstelling zou dansen, zou dat een hele andere voorstelling zijn dan over een week of over een paar maanden of over een jaar. Dus ik denk wat veel dansers met veel ervaring en die langer in het vak zitten, wat dat met zich meebrengt, is dat je meer jezelf durft te zijn, omdat je die ervaring hebt en omdat je je daar zekerder bij voelt. Ik voel me nu veel zekerder om gewoon mezelf te zijn op het toneel dan toen ik 20 was. En dat is gewoon een proces. En ik vind en ik hoop dat proces alleen maar door blijft gaan en niet op een gegeven moment stopt. Nee. En zijn er nog dromen die je dan hebt, specifiek? Of is het meer inderdaad wat je zegt, ik wil nieuwe dingen doen? Wat het is, dat weet je natuurlijk al lang een beetje. Maar zijn er bepaalde specifieke dingen in je hoofd die spelen? Waarvan je denkt, ja, dat wil ik eigenlijk nou, heel er graag. Er zijn natuurlijk dingen waar ik niet te veel over kan zeggen nog. Maar wat ik zo het leuk hoeft vind... niet per se concreet te zijn. Inderdaad. Nee, maar wat ik zo leuk vind nu aan het feit dat ik voor mezelf bezig ben, is dat ik een beetje van alles kan doen. En dat vind ik heel leuk. Dat ik ook die gelegenheid krijg, is natuurlijk heel erg fijn en ongelooflijk. Van alle steun om me heen en de mensen die met me willen werken. Maar ik vind het heel erg fijn dat ik nu een beetje van alles kan. En dat vind ik heel leuk. Dus je krijgt inderdaad de vrijheid om jezelf helemaal te kunnen ontplooien. Precies, te ontwikkelen. Ja. 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 En dat is eigenlijk een beetje begonnen toen ik die voorstelling met Pierre Bokma deed. De dans ontsprongen in Carré. Naar het boek van Edith Eger, De Keuze. En dat
toen dacht ik, oh, ik kan ook in het theater staan op een andere manier en in een andere vorm dan ik gewend ben. Maar ik vond dat wel heel leuk. Dus toen is eigenlijk een beetje die prikkel begonnen van, er is zoveel mogelijk. En kan je dat herinneren, dat moment dat je dat voelde? Ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik Pierre zag en hem zag lezen. En toen dacht ik, oh wauw, dit wordt heel bijzonder. En ik vind het leuk dat ik leer van hem hoe hij met tekst omgaat. En dat hij naar mij kijkt met mijn beweging en dat samenkwam. En ja, dat was gewoon een heel bijzonder project ook. Maar dat was wel echt voor mij een moment dat ik dacht, ik wil dit, ik wil meer. Ja, want je schrijft heel erg van dat mensen jou ontdekken en dat je hele bijzondere mensen, bijvoorbeeld Rudy van Danzig, Hans van Manen, dat zijn mensen die voor jou heel belangrijk zijn. Ja. Alsof ze jou ontdekken. Maar ik heb soms ook het idee dat jij heel goed weet de mensen uit te kiezen met heel veel talent. Die voor jou, dat je samen iets moois kan maken. Ja, dat is gevoel. Dat kan ik niet helemaal uitleggen, maar dat is gevoel. En je hebt een klik met elkaar, of niet. En daar komt dat denk ik een beetje vandaan. Maar dat is wel belangrijk. Ja, zeker. Ja. Die vrijheid. Nou, ik denk dat iedereen nu heel benieuwd is ook verder naar het boek. Ik hoop het. Er is zo ontzettend veel in te vinden, want we gaan elke keer, we dansen echt door jouw leven heen. Dat is het eigenlijk een beetje. Ja. Ik kijk nog eventjes naar, zijn er vragen? Oh, nou, die komen denk ik later. Ik zou iedereen aanraden het boek te bestellen. En dan kan er ook wel eens een bijzonder boodschap ingeschreven worden. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Jij bedankt. En heel veel geniet van het boek nog eventjes. Dank je wel.